Hanna Bokstaal, we zijn hier vandaag in Beveren, vlakbij de Freetgiel. Jullie speelden met SK Beveren de derby tegen Bosdam. Jullie hadden nog iets recht te zetten van de heenmatch, hè? Ja, inderdaad. We waren op Bosdam verloren met 3-0. En dat was wel eigenlijk een hele teleurstelling. Dus we zijn wel blij dat we nu gewonnen hebben. En het was misschien niet altijd verdiend. Het was nogal vechten en zo. Maar uiteindelijk was het wel verdiend en ben wel blij dat we gewonnen zijn. Ik denk heel de ploeg. Dus, ja, ja. En vooral ook wel de supporters bedankt. Dus het was een heel fijne wedstrijd. Ja. Vooral knokken. En jij maakte twee belangrijke doelpunten. Eentje in de eerste helft en dan in de tweede helft, in het begin ook. Klopt, ja, klopt inderdaad. Ik ben wel heel blij. Maar uiteindelijk is het een ploegsport. Dus wie de goal maakt, maakt uiteindelijk niet veel uit. Maar ik ben wel heel blij met mijn twee doelpunten. Dus zeker en vast. Ja. Ja, dank u. Is het seizoen een geslaagd voor SK Beveren na deze match? Goh, geslaagd. Ik denk, wanneer is het geslaagd? Geslaagd is eigenlijk, als je natuurlijk kampioen speelt, is het geslaagd. Maar ik denk dat de trainers zeker nu heel blij zijn dat we de derby thuis hebben gewonnen. Dat is eigenlijk vooral heel belangrijk. En we gaan nu gewoon verder werken en zien wat het komend seizoen nog terechtbrengt eigenlijk. Dus kom wel in orde. Ja. We hebben nu het vertrouwen, dus dat is wel goed. En vandaag nog een beetje vieren? Ja, zeker en vast nog een beetje vieren en ja, voor de rest genieten van de overwinning. Oké, okay, ik dank je, proficiat. Ja, alvast bedankt, dank u wel, hè.